Uniek wielersucces voor Nederland in de Ronde van Frankrijk van 1951. Wim van Est wint de 12e etappe van Agen naar Dax. Nog belangrijker, hij mag als eerste Nederlander de gele trui aantrekken. Een dag later schrijft Van Est opnieuw geschiedenis, nu internationaal. In de eerste bocht van de afdaling van de Col d'Aubisque tuimelt Van Est 70 meter diep het ravijn in. Als door een wonder overleeft hij de val. Zijn tour is voorbij, zijn naam is gemaakt, de beelden zijn onvergetelijk. Vijftig jaar later onthult Wim van Est een plaquette die herinnert aan zijn wereldberoemde val in 1951. Hier viel thuis de Tour de France op 7 juli 1951. Wim van Est 70 meter diep. Hij overleefde ervan. Jongens, we zijn er nog. We zijn er nog. Mooi. Dat is de tekst op de plaquette. Hé, hey. Dus juist door een emotionele Wim van Est. Wim. En dat begrijp ik natuurlijk. Wat heb ik het dan verdiend? Ik wil alle mensen. Wim. Blij zijn, hè? Hey. Ja, we zijn er nog niet. Wim van Est sterft op 1 mei 2003. Hij is 80 jaar geworden.